this old world. Try to guess what's in its voice and what it sounds like. Paul van Aaskamp. Ik teken al sinds dat ik eigenlijk min of meer een potlood kan optillen eigenlijk. Maar ik ben er pas serieus 2 jaar geleden mee begonnen. Dus vandaar dat ik ook een vergelijkingstekening heb gemaakt en dat is deze hier beneden. Dit is dus de oude soort waar ik vroeger veel deed. Dat is een oude versie ervan en dit is een paar jaar later. Ik heb ook nieuwe technieken geprobeerd enzovoort, dus vandaar. Maar als je de rest ook bekijkt, er zit een groei in. Ik kan zeggen dat ik geïnspireerd ben geraakt door beesten, de wereld om me heen min of meer en de mensen die ik ken. Ja, ik ben John, John Mark. Ik teken al een aantal jaar bezig met Joe. Ik ben begonnen met stripverhaal lezen, zoals meeste jongelui. En ik ben verder gegaan eigenlijk om het uit te bouwen tot zelf iets te bouwen. Zoiets is te maken zelfs. Nou, een beetje kan zien. Ik heb een beetje mijn eigen dingetjes gedaan. Een beetje mijn eigen stijl ontwikkeld. Ja, dat is een beetje het ding waar ik mee doe. Ja, ik nou ongeveer zo'n zo lang kennen in de tijd eigenlijk al. Ik ben abstract kunstenares sinds een jaar of 3-4. Ik heb vroeger al wel veel getekend en veel met gewoon potloden en krijtpotloden zo gezegd. Maar ja, sinds een paar jaar ben ik ook gewoon met doeken dat ik bezig ben. Ik hou vooral van heel felle kleuren, want ja, het leven op zich is al saai genoeg. Dus een beetje kleuren in mijn hoofd wel. Ja, en vooral gestileerde vormen vind ik heel apart. Daar hou ik ook wel van. Dus, daar ben ik ook veel mee bezig en ook veel met experimenteren. Want, dit is nou nog één staal, maar ik heb ook veel andere dingen uitgeprobeerd en ik probeer iedere keer gewoon weer iets nieuws, zoals ik het leuk zie. In de tekeningen maak ik veelvuldig gebruik van grafiet en houtskool. Maar ik ga binnenkort over op pastelkrijt. Dus er komt helemaal noorden met kleur. Veel kleur gebruik ik erin, veel kleur. Vrij fel. Donker achtergrond. Op zich wel heel leuk is dat, dus, dat donker achtergrond is dat ook de figuren op de tekening echt naar voren komen. Throw me one last glance like you know, heading off to the real world.
Have a drink on me when you know. Heading off to the real world. But don't forget me when I'm gone. No, the things won't be quite the same when I move to the real world. Please don't watch me go when you know I'm heading off to the real world. 'Cause I could do with a friend. Wet paint and photographs, things I thought could never last. Saw your eyes and I don't think I made up my mind. Ik hoop jullie het leuk vinden in ieder geval. En ik wil jullie aanmoedigen die wil tekenen. Ga vooral proberen. Blijf gaan. Echt, doe het. Het is echt mooi. Echt schelpenvlees. Ja. Got a place for two, so let's go. Let's head off to the real world.